Mijn naam is Marijn Tinga, ik ben kunstenaar en ik ben bezig een klimwand te maken met handen van bekende Leidenaren. Ja, Leiden is denk ik een hele levende stad. En ik denk dat een van de verwonderingen, verrassingen die je moet hebben als je straks naar deze wand kijkt, is dat je ook denkt, oh ja, woont die ook in deze stad? Of andersom, heeft die iets met deze stad te maken? Maar daarnaast wil ik graag dat je juist die personen die je gewoon in het straatbeeld ziet, de gewone Leidenaar, dat je die daar ook in herkent. Zoals die mevrouw met al haar honden. Die verdient hier zeker een plek tussen. Dus het gaat juist om dat hele scala. De handen staan symbool voor elkaar een handje helpen. Samen doe je het. En de handen zijn daar werktuigelijk in. Dit is een levend kunstwerk eigenlijk. Hè. Dit is elke 9 jaar ga ik er handen aan toevoegen. En zo krijgt het geheel ook verdieping. Zo ga je ook afvragen wat er met de vorige handen is gebeurd. En eigenlijk net als het leven zelf, er gaan mensen dood, er verdwijnen mensen. Maar er komen ook nieuwe bij. Ik denk van Peter Lenta die... Ik vind die ook...